Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Denise en vandaag heb ik, zoals je al in de titel hebt kunnen lezen, een shoplog voor jullie. Ik heb de afgelopen tijd weer wat gewinkeld en ik dacht het is misschien wel heel erg leuk om dat aan jullie te laten zien. Ik ben bij de H&M geweest, de Pull & Bear en de Bershka. Mocht je nou heel erg benieuwd zijn naar deze shoplog, doe dan alvast je duimpje omhoog en vergeet je ook niet te abonneren en dan gaan we nu beginnen. Allereerst wil ik wat spulletjes van mijn favoriete winkel, de H&M, laten zien. Ik heb daar alleen maar zwart en lichtroze gekocht. Dus ja, ondertussen had ik mijn hele kast daar zo'n beetje mee vol. Maar laten we beginnen met deze trui. Ik vind hem echt geweldig. Door het licht zie je het nu niet heel erg goed, maar het is lichtroze. En er staat, ja, met koperen letters of zo, glansletters, staat er magnifique op. Dus echt super leuk. Het is een hoodie. Gewoon zo'n lekkere chill trui. En deze heb ik gekocht voor €14,99. Want hij is in de aanbieding. Maar normaal is hij €25. Dan heb ik een heel gaaf blouseje gekocht. Dat is deze zwarte met stipjes. Ja, je ziet nu niet echt hoe het er goed uitziet. Maar het is gewoon een simpel blouseje. Geen zakjes. Hele mooie stof. Het voelt echt super zacht. Het heeft witte stipjes. En ja, ik vind hem gewoon super tof als je gewoon een simpele outfit aan hebt. Gewoon lekker zwart. Maar dit maakt het wel echt een stuk leuker. En deze was €20. Dus dat valt ook best nog wel mee. Dan heb ik nog iets zwarts gekocht. En eigenlijk iets dat niet per se iets voor deze tijd van het jaar is. Maar toch ook weer wel. Het is een topje. Het is hiervoor zit het een stukje open. En daar vallen twee van die plooitjes overheen. Hij is best wel lang. Hij heeft geen mouwtjes. Ik vind het gewoon super leuk als je naar de stad gaat 's avonds of je gaat uit eten met een jasje eroverheen. Ik vind het gewoon heel erg mooi dat hij wat langer valt. Want daardoor past hij ook precies op een broek die ik bij de Bershka heb gekocht. Maar die laat ik zo meteen zien. Deze was in de aanbieding voor mij €10. Het kan zijn dat hij nu weer de normale prijs is. Dan is hij €15. Maar hij is het sowieso waard. Ik vind hem echt super tof. Dan nog een blouseje, maar dan nu wel met lange mouwen. Weer in dezelfde kleur roze als de trui. Dat is dus deze. Deze heeft wel twee zakjes op de borst. Ja, gewoon een hele mooie blouse. Deze was ook in de aanbieding voor €14,99. Hij was normaal €19,99. Dus toch nog wat korting. En echt een heel erg mooi net blouseje. Maar die je ook gewoon super casual kan dragen. Dus eigenlijk gewoon perfect. En dan nu het allerlaatste van de H&M. Misschien toch wel mijn favoriet. Dat is deze velvet top. Het is weer dezelfde kleur, maar in verschillend licht. Dan zie ik het nu ook op de camera. Vind ik het een beetje zilver lijken of zo. Hij is een beetje oversized. Ik heb een S en ik heb normaal bij de H&M geen S. En deze zit gewoon nog steeds best wel groot. Mooie lengte. Je kan er veel mee. Je kan hem in je broek. Je kan hem eruit laten. Deze kostte maar €12,99. En deze is echt geweldig. Want dit kan een saaie outfit zo leuk maken. Maar het kan ook super netjes voor kerst. Je kan er eigenlijk gewoon elke kant mee op. Echt super blij mee. Dan ben ik ook nog bij de Pull & Bear geweest. Ik woon in Almere en sinds kort hebben we er eentje in Almere. Super chill. Ik heb er nu pas één dingetje gekocht en dat is dit blouseje. Het is zwart. Lange mouwen. Er is niet heel veel over te zeggen. Maar deze was maar €15,99. En hij heeft hier zo'n kraagje, geen knoopjes. Ik doe er wel een shirtje onder, want anders vind ik hem wel iets te laag uitgesneden. Maar dat is voor iedereen verschillend. Ik vind hem super mooi en hij was dus maar zoals ik zei €15,99. Dus best wel cheap. En dan ben ik tot slot nog bij de Bershka geweest. Daar koop ik eigenlijk altijd mijn broek, omdat die super chille broek hebben. Allereerst heb ik daar deze grijze broek gekocht. Best wel simpel. Ja, je kan hem gewoon naar je werk aan, naar wat dan ook. Er zit hier een gat en voor de rest is hij gewoon skinny. Het is mid-rise. Ik vind het altijd net wat mooier staan. Deze was maar €20. En dan de broek waar ik het net over had. Dat echt perfect zou staan bij dat zwarte topje van H&M. Dat is deze broek. Oh, ik zal even de knoop dicht doen. Dat is deze broek. Het is zo'n, ja, leather look coating broek. Ja, ze hebben bijna bij elke winkel wel. Aan de onderkant zit zo'n ritsje. Hij is best wel kort. Maar dat vind ik dan ook super vet om er laarsjes onder te doen of zo. Ja, hij zit heel erg mooi. Je kan hem super leuk combineren. Je kan hem ook weer, net zoals alle andere items eigenlijk, best wel netjes dragen. Maar ook heel erg stoer als je bijvoorbeeld een avondje uitgaat of naar de stad.
Hier ben ik ook heel erg blij mee. Deze kostte ook maar 19,99. Zo, dan was dit mijn shoplog. Vond je hem leuk? Doe even een duimpje omhoog. En heb je nog niet geabonneerd? Vergeet het dan zeker ook even niet te doen. Dat kan door op de rode knop hier beneden te drukken. En laat ook even weten in de reacties wat jij het leukste item vond. Of heb jij de laatste tijd zelf nog iets leuks gekocht? Laat het dan ook even weten. En dan zie ik je heel graag terug bij de volgende video. Doei!